Over het weer valt altijd iets te zeggen. Geen betere ijsbreker dan het weer. Weerman Tom Bruin heeft kennis van de atmosfeer. Hij bestudeert het weer in het buitenland en schrijft dan zijn lokale weersverwachting uit. Hij ruikt, voelt en neemt waar. En als de weerman loog, bedenk dan, tussen de druppels was het droog. Hier is Tom Bruin met het weer. Beste kijkers, dit is het weerbericht van zaterdag 18 april. Voordat ik het weer van het komende weekend ga vertellen, wil ik eventjes iets anders uitleggen. Wij worden de laatste tijd totaal beïnvloed door blokkerende hoge drukgebieden. Dat noemen ze in het Engels een blockade of blokkade. Het is heel opvallend dat de laatste decennia dit steeds meer opgang gaat vinden. Het heeft ook te maken met de klimaatsverandering, want die staat onomstotelijk bewezen. Wat we op het ogenblik zien, staat dat er een hoge drukgebieden zowel bij Schotland, Scandinavië als op de Atlantische Oceaan de hele zaak blijven beïnvloeden. Waar valt dan wel regen? Nou, dat is in de buurt van Spanje en dat is in de buurt van Frankrijk, die kanten uit. En daar krijgen wij morgen ook wel een beetje mee te maken, moet ik zeggen. Vandaag dan is er een wisselende bewolking en er kan in de middag kunnen er een paar lichte buitjes vallen. En verwacht nou niet veel van die regen, want we zitten in een gordroge periode. En als ik nu al ga vertellen dat we vanaf 14 maart geen druppel regen hebben ontvangen, dan is echt de situatie gewoon nijpend. Van de week was er nog een bericht van het bedrijf Vitens, dat is het waterbedrijf, dat er maar liefst 1 miljard kubieke liter water verspild is door auto's wassen en ga zo maar door en tuinen sproeien. En dat is echt zorgelijk. Nou, vandaag hebben we dus een wisselende bewolking. In de middag vallen er een paar buitjes, heel licht wat ik al zei. De temperatuur die komt zo rond de 18 graden uit en er staat een vrij straffe noordoostenwind. De aankomende nacht dan gaat de bewolking alweer oplossen, want het verbrokkelt al helemaal. En vanaf zondag krijgen we weer een lange periode van droog en zeer zonnig weer. De temperatuur die zal zondag zal die zo rond de 18 tot 20 graden gaan schommelen. En er staat een wind die meer naar het oosten gaat draaien. En die oostelijke stroming die houden we de volgende week er ook helemaal in. Dat wil zeggen dat we na het weekend een zonovergoten week krijgen, een oostenwind en de temperatuur is zo rond de 18 graden en dat is eigenlijk vrij warm voorjaarsweer. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat er ook maar enige regen van betekenis zal vallen. Dit was het weekend weerbericht van dit weekend.